Hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ben je al lekker gesetteld? Ik ben al gesetteld, ik ga even nog beter zitten. Ga er lekker bij zitten, want het is toch best wel een pittig onderwerp wat we gaan aansnijden. Yes, 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 maar ik ben er klaar voor. Ja? Jawel. Zit je al lekker? Ik zit goed, lekker. Zo. Ik ga er ook even bij zitten. En het onderwerp van vandaag is depressie. En minister van Volksgezondheid die streeft ernaar om binnen 13 jaar het aantal mensen, dat is op dit moment 800.000, met een depressie terug te dringen met 30%. Dus op dit moment telt Nederland 800.000 mensen met een depressie. Schrik je daarvan? Eigenlijk schrik ik daar niet zozeer van, hè? Nee? Ik schrik daar niet zozeer van. Ik was best wel geschrokken. Misschien ben ik dan een beetje te... Ja, hoe zeg je dat? Denk ik dan te bloemig of zo? Nee, ik kijk gewoon naar de maatschappij. De stand mm-hmm. van zaken. Mm-hmm. Hoe dingen lopen. En het verbaast me dus niet dat het aantal mensen met een depressie hoog ligt. Ja. Zeg maar. Op basis daarvan heb je zoiets van ja, dat kan wel. Het kan. En omdat ik ook zelf heb ervaren, weet ik dat het gewoon iedereen kan overkomen. Mm-hmm. En kijkend naar de maatschappij, de zwaarte van de dingen waarmee mensen dus te maken kunnen krijgen. Mm-hmm. Best wel op een stapeling van zaken zijn. Mm-hmm. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een baan kwijtraken, huis kwijtraken, schulden en dergelijke. Dat zeg maar... je psyche wel wordt getest. Ja. En een gemiddeld persoon kan daaronder dus ten grondslag vallen. Mm. En dan kan je in een depressie terechtkomen. Ja, want het is toch best wel een taboe. En mensen praten er niet over. Hè? Mensen praten niet over het stukje psyche en gezondheid. En er wordt al vaak gedacht van, nou ja, oh nee, want anders denken mensen dat ik gek ben of zo. Terwijl... Ja, en het is ook cultuur, zeg maar, per cultuur verschilt het ook hoe dat zich uit. Mm-hmm. Want in bepaalde culturen wordt er sowieso heel weinig gesproken over emoties. Yeah. En soms ervaren bijvoorbeeld mensen die niet over emoties kunnen praten, ervaren een depressie. Mm-hmm. Maar ze weten dus ook eigenlijk niet hoe ze het moeten uitleggen. Mm-hmm. Ze hebben bijvoorbeeld, gaan ze naar de huisarts en zeggen ze tegen de huisarts, dokter, ik heb last van mijn hart. Ja, ja. Weet je wel, ik voel het zo zwaar op mijn hart. Mm-hmm. En de dokter moet dan gaan uitvogelen en kijken van waar ligt, wat is dit nou? Is het nou echt lichamelijk? Mm-hmm. Is het psychosomatisch? Mm-hmm. Of is het echt psychisch? Ja. Zeg maar. Ja. Dus dat is ook nog een onderdeel en wat ten grondslag ligt. En ik denk dat zelf, als ze daarna zouden kijken, dat het aantal qua gesignaleerde mensen die depressief zijn nog hoger zou kunnen uitvallen. Op het moment dat ook dat meegeteld wordt. Ja, die factor meegeteld wordt, dan denk ik dat het nog hoger zou uitvallen. Want er zijn verschillende vormen van depressie. Ik heb het net ook al aangekijkt. Je hebt bijvoorbeeld postnatale depressie. Je hebt depressie wat seizoensgebonden is. Dat wist ik zelf ook niet. Winterdepressie, ja, dat klopt. Wanneer mensen dus, daar heb je ook bepaalde therapieën voor. Wanneer je dus minder zon krijgt, zeg maar. En in Nederland verandert dan zeg maar het aantal uur dat je daglicht krijgt mm-hmm. en dergelijke. Waardoor dus mensen zich bepaalde stoffen niet gaan aanmaken. Ja. En wat dan toch echt een impact heeft op je psyche. Op je psyche, ja. En mensen kunnen dus daardoor down gaan voelen. En ze kunnen, als ze er niet mee kunnen omgaan, kunnen ze dus eigenlijk ook in een zwaardere depressie terechtkomen. Ja. Nou, we gaan zo dadelijk even, eigenlijk jouw ervaring ga je met mij delen. Maar we gaan nu eerst luisteren naar Galantis met Love On Me. Hey peoples, er is niemand hier nog. Jullie zijn nog niet aan het kijken, maar het is niet erg. Ik neem dit gewoon voor jullie op. Ik ben in de studio Den Haag FM. Represent for my people. Want ik vind dat het onderwerp depressie gewoon besproken mag en moet worden. Want er lopen te veel mensen rond met die zwaarte op hun schouders en ze weten niet eens dat ze depressief zijn. Dus let's talk about it. Dit is het begin van het einde. Ik kijk ook echt gewoon helemaal niemand mee. Ga je even drinken gaan. En dan ga ik kijken hoe ik dit ook kan delen eigenlijk. Want ik vind het wel challenge dat je live kan gaan. Kan het delen? Ja, maar zelf. Ja. Weet je hoe het moet? Toevallig. Ja, dan moet toch een knop wachten.
Ga je even drinken halen en dan gaan we op zoek naar die knop. Zie je, ik heb alleen iets om te praten. Normaal doe ik het via thuis, ga ik dan ook echt delen. Oh, zijn er filters? Tje. Oh, nee hoor, ik hoef geen filter. I'm good. Nee, maar als pagina kan je het gewoon... Oh nee, als het beëindigd is, kan je het delen. Kan je het delen, dus ik deel het dadelijk wel. No spang mensen. Moet ik het delen? Want ik zie jou dan live. Jij ziet mij wel live. Dan kan maar ik het delen. Ik wil, oh, zeg maar, jij kan het delen. Ik wil, ik kom ga nu straks... nou met deze mee. Ik ga... Shanna. Maar waarom zie ik niet dat je live bent? Het was pagina. Ik ben live op mijn Facebookpagina, niet op de Deborah. Want... Nee, maar hier moet hij dan ook een melding geven dat je live bent, toch? Nee, dat is alleen maar als de Deborah Kamer live gaat. Maar als mijn pagina live gaat, dan... Hallo, we hebben één kijker weer. Hallo, hallo. Nou ja. Een bakje koffie erbij. Een glaasje water voor de zekerheid. Je weet maar nooit, misschien kijk straks die emo's toch. Kijk opeens die emo's. En zo gaat het onderwerp zwaar worden. Word ik opeens emotioneel. Dus ik denk, ik neem een beetje water erbij. En weet je, dan kan ik die emo's straks even wegspoelen. Ik heb het gedaan. Yeah! Yeah! Dus... Sandees heeft ze juist je video's gedeeld. Laat hem of haar weten dat je heel blij bent. Ik ben heel blij, want ik zit in Sandees. Sandees, me happy. Let's go. Als jullie hebben toevallig vragen, stel ze gewoon hier in de live. Je luistert naar Sunday hier op Den Haag FM. En ja, het is Tess en Joep. We hebben het vandaag over depressies. En dat er toch best wel veel mensen hier in Nederland zijn die dat ervaren, hè, te kampen hebben met depressie. Yes. Ik heb vandaag de gast Deborah Cameron en zij deelt haar ervaring en overwinning met ons. Deborah. Yes. Nou, ik ben zelf dus ervaringsdeskundige op dat gebied. Mm-hmm. Ik kamp al eigenlijk met depressieve klachten achteraf gezien sinds ik klein ben. Echt? Sinds ik jong ben. Ik heb sinds mijn 8e, denk ik, zelfmoordgedachtes. En dat komt omdat ik toen ik jonger was, op mijn 6e ben ik seksueel misbruikt. Mm-hmm. Ik ben geboren met kanker. En in de loop van mijn leven heb ik dus de gevolgen daarvan, kon ik als kind al zeg maar niet mee omgaan. Want ik kon er niet over praten. Ja, het is ook best veel, hè, als jong kind, als jong meisje. Ja, dus het heeft me heel erg beschadigd. Waardoor ik dus niet met die emoties en gevoelens om kon gaan. Mm-hmm. En... het heeft eigenlijk mijn hele jeugd door heb ik dus zelfmoordgedachten, zelfmoordpogingen ook gedaan. Mm-hmm. Godzijdank was het echt niet mijn tijd. Inderdaad. Tot ik zeg maar, ja, rond 28ste. Ging heel weer op meer dat het moment dat ik depressief was en dat ik het mezelf er weer uithaalde. Maar rond mijn 28ste. Toen pak ik het al neer. Mm-hmm. Was er bij me ingebroken. Mm-hmm. Het is toevallig... dit jaar is het 7 jaar geleden. 2010 werd ze bij me ingebroken. En ik had daarvoor ook al allemaal fricties en dingen in mijn leven, waardoor ik al een beetje instabiel was. Maar de inbraak, die brak echt gewoon alles. Dat was echt... dat was het breekpunt. Zeg maar. Was het breekpunt. Het echte breekpunt. Dat ik het zeg maar echt met mijn hoofd zoveel spelletjes met mij ging spelen. Dat ik echt het gevoel had dat ik gewoon echt gek werd. Mm. En ik was echt levensmoe. Echt zelfmoordgedachten en zelfmoordneigingen. Het begon mijn leven zeg maar te overheersen. Jee.
En, maar hoe reageerde jouw omgeving daarop? Want je geeft aan, het is al, hè, je hebt het achteraf gezien, had je daar vanaf jongs af aan, hè, had je te kampen met depressies. Ja. Hoe reageerde jouw omgeving daarop? Op. Nou weet je, ik ben heel goed in het verbergen van dat het slecht met me gaat. Mm-hmm. Hè? Ik ben heel goed erin om gewoon te lachen. Ik heb altijd humor gebruikt om situaties te verlichten. Mm-hmm. Dus als mensen van buitenaf naar binnen zouden kijken, althans van buitenaf naar mij zouden kijken, zouden ze nooit een idee hebben, zeg maar, hoe ik mij van binnen voelde. Ja. Want ik was altijd degene die grappen aan het maken was, gezellig was, de sfeer omhoog haalde. Dus je zou het van aan mij niet zien. Nee, maar dat is eigenlijk ook wel het gevaar. Hè? Van ja. dat je omgeving het dan niet ziet en je het dan eigenlijk ook niet kan helpen. Klopt. En ik heb wel gemerkt dat toen ik depressief werd, ik had het geluk. Dat ik een vriendin. Dat zij dat het voor me was. Mm-hmm. En dat ik ook met haar erover kon praten. En ik was ook gewoon aan het werk. Ik deed gewoon al mijn dingen. Maar dat ik tegen haar zei, volgens mij ben ik echt gek. Mm-hmm. Ik volgens mij. Want weet je, wanneer je huis is ingebroken, mm-hmm. is niks meer. Het plekje waar ik me dan veilig voelde, was niet meer veilig. Ja. Dus echt, de grond onder mijn voeten zakte gewoon weg. En een dag, want ik heb mezelf ook al die jaren zeg maar een beetje verdoofd. Mm-hmm. Om die emoties van pijn en verdriet zeg maar weg te halen. Heb ik me verdoofd met drinken, blowen en dergelijke. Maar dat is tijdelijk. Dat is tijdelijk. Ja. Maar ik ging het steeds vaker doen. Mm-hmm. En ook toen ik zeg maar die inzinking had. En mijn keerpunt was op een avond dat ik echt, ik had echt gedronken. En toen was ik ergens, ben ik naar huis gegaan. En in die dronken roes wist ik dat ik eigen scheermesjes had liggen. Ik wist dat ik ze had, maar ik wist niet precies waar ze waren. In mijn drunken rage ging ik op zoek naar die mesjes. Okay. En ik ging ze zoeken en ik ging ze zoeken en ik ging ze zoeken en ik kon ze niet vinden dat ik ergens volgens mij neergestort ben. En toen ben ik in slaap gevallen. En de volgende ochtend werd ik wakker en toen dacht ik bij mezelf, dit wil ik niet meer. Ik wil leven. Ik wil leven. En ik ga alles in mijn macht doen mm-hmm. om te leven. Zeg maar. Dus je had echt op dat moment, hè, je bent in slaap gevallen en de volgende ochtend had je echt een openbaring. Een openbaring. En toen heb ik ook besloten, ik heb toen ook gelijk die dag crisisdienst gebeld. Mm-hmm. Van Secu, van luister, het gaat gewoon niet meer. Ja. Ik voel mij niet goed. Ik kom mezelf niet meer uit. Nee. Ik was al zo ver heen. Dat ik er voor mijzelf gewoon niet meer uitkwam. En het is net een stemmetje in je hoofd die dan tegen je zegt, neem je leven, dan wordt het beter. Neem je leven, dan stopt het. En dat stemmetje is het stemmetje wat ik zeg maar vanaf mijn achtste in bepaalde fases hoorde. En dat stemmetje heeft op dat moment sprak het zo luid tegen mij. En ik kon het knopje dus niet uitdraaien. Maar het is goed dat je gewoon de telefoon hebt gepakt en hulp hebt gevraagd. Ja. En vanaf dat moment, zeg maar, was de eerste stap mm-hmm. om echt mezelf te gaan helen van de dingen die ik in mijn jeugd, zeg maar, heb meegemaakt. Ja. We gaan zo verder met Deborah Cameron en haar ervaring die zij met ons deelt en haar overwinning uiteindelijk, want ze heeft de depressie die heeft zij overwonnen. Straks meer, we gaan nu lekker luisteren naar Dead Mouse met Kaas. Dead Mouse Cascade met I Remember. Yeah. Ja man, ik geef het je gewoon straight, hè? Ja, nee, maar er is niks anders. Ja, het is zoals het is. Maar als ik er nu over praat heb, en terugdenk, en denk zo, motherfucking, wat een leven, boy. Ja. Intens hoor. Want kijk, als je het vertelt, dan lijkt het net een. Voor de luisteraars, dan weet je even kort, maar dit is wel je life. Leven. En zo. Ik heb toen een paar weken. Vorig jaar heb ik toen ook voor als afsluiting. Heb ik die blog toen geschreven. Over mijn jeugd en de dingen die ik heb meegemaakt. Om mensen te laten weten. Van, al die jaren zie mensen hier gewoon. Hey, en ondertussen. Even gewoon chill, de woorden. Ja. Om maar niet te voelen. Want als je eenmaal gaat voelen. Maar dan is het harder, toch?
het lijkt me dan, die klap is dan toch harder. En daarom, dan val je nog dieper. Ja. In een bodemloze put. Maar, godzijdank was het niet mijn tijd, hè. Ik ben echt blij dat het niet mijn tijd was, hè. Gado Ananase tegen mij, Bora, ik heb plannen met jou. Je bent bestemd voor grotere dingen. En zo. En ik zie nu wat hij bedoelde. En zo kan je zien dat hetgeen wat jij hebt meegemaakt toch... Ja, een ervaringsdeskundige maakt en je ook weer mensen kan inspireren, weet je. Je kan mensen raken met hetgeen wat jij te zeggen. Ook mensen die het niet hebben meegemaakt, die kunnen dat stukje besef. Een stukje begrip krijgen. Ja, want mensen denken depressie is iets heel simpels. Het is niet zo moeilijk, omdat je het niet ziet. Oh, je bent live, hè? Ik ben live, maar luister. Want komen er 1 of 2 nummers? Oké, luister mensen, ik ga jullie gewoon meenemen, want we gaan even een sigaretje roken, je weet toch? En dat tussendoor kan gewoon. Heb jij bij je? Tuurlijk, ik heb hier bij me. Gaan jullie mee? Ik neem jullie gewoon mee, hè? We zijn, ik neem jullie gewoon de hele uitzending mee. En ik ga nu even snelle jellen en sigaretje roken. Ik heb eten, ouwe kijker, maar kijker, wie ben je? Ik ben nieuwsgierig, man. Haal jezelf uit de anonimiteit. Laat Debbie even weten wie jij bent. Hé, toch, drop gewoon 1 zinnetje. Zeg hi. Iets. Gewoon. Kom. Kom naar buiten. Kom uit. Niet uit de kast. Come out of the darkness into the light. De dure fietsjes. Dus ja, ik zie het nog een tweede kijken. We zijn even rookpauze aan het nemen. En we gaan zo meteen door naar binnen. Weer met de uitzending verder. En natuurlijk hebben we het over depressie. En ik vertel gewoon mijn verhaal. Mijn verhaal vertel ik omdat ik anderen inspireer die in die situatie zitten om hulp te zoeken. Zoek hulp. Wees niet bang om hulp te zoeken wanneer je het gevoel hebt dat je het niet meer aan kan. Wanneer je voelt dat die darkness aan je trekt, toch? Als die darkness aan je trekt, moet je sowieso aan de weg gaan trekken. Want die darkness gaat jou meeslepen op een reis die jij gewoon niet wil meemaken. En die kan misschien ook het einde van jou betekenen. Dus voordat het zover is, doe iets. Dus ja, man. Ik ga jullie even gewoon neerleggen, man. Ik ga jullie even neerleggen. En gewoon niet weggaan. Gewoon, ik leg je neer. En zo. En ik ben zo terug. Je kan het niet pauzeren, hè? Als je kijkt, kan je pauzeren. Maar als je zelf blijft, dan kan je het niet pauzeren. Ik zou niet met het pauzeren. Als ik een keer weer blijf uitzending, dan zou ik gaan. Oh! Nou, nog de. Oh, hallo, welkom, mensen. Ik ben heel even op porrel aan het houden en zo. We gaan zo weer door in de uitzending. Hey! Ik ga heel veel en het boek is extra de mensen hoe ze open. Zang! Dankjewel man! Dankjewel! Ik heb niet gelezen. Kijk, kom lezen, Fasia! Dadelijk zit ik al eerder. Nee, kom erbij! Kom, zo leuk! Kom dan, wie zag je zo? Ze wil niet in bed komen. Niks te maken. Dankjewel man, ja! Dank je wel, seriously. Zie je, dit is als we gewoon open zijn. Ik heb niks meer te verliezen. Ik heb mijn sanity hele keer bijna verloren. Dus nu ik het terug heb gevonden, ben ik zo sterk. Ik heb niks meer te verliezen. Loop snel. Ja, kom goed. Ik ga gewoon mee. En we gaan weer naar binnen. Tiri-di. La Banta. Zo, we zijn weer in de studio. Ik heb Basil. La Banta. Ik heb nog een beetje van die moves, hè, mensen. Gewoon van die moves.
Je hebt gewoon van de bovenlichaam moves. Hey. Heeft een beetje verlichting voor mezelf, dan denk ik dat we weer die diepte ingaan, hè? Ja man, inderdaad! Ossia, op, op, op! Hé, toch? Als je al zo laag bent geweest, is de enige optie dat je omhoog kan gaan. Want lager dan dat denk ik dat ik nooit mis zal gaan. Dat was het allerlaagste in mijn hele leven. Dat ik mij gevoeld heb. Echt. En het, de meest donkere plek ever. Ik gun het zelf mijn ergste vijand niet, hè. Besef. En ik kan best retaliëten. Oké. Okay. Ja man, nog een beetje koffie drinken. Mijn water staat nog klaar, want je weet maar nooit. Misschien word ik zo meteen toch een beetje emo, of niet? Je weet maar nooit, je weet maar nooit. Ik zie je dat doen. Hey! Gezellig! Welkom, meneer Mesuli. Moenjama. Nou, we zullen even die batterij erbij zetten, want ik wil niet dat het uitvalt tijdens de uitzending. Hey! Oh, even kijken. Het doet een beetje raar. Even zorgen dat hij gewoon... Volgens mij heb ik echt mijn accu'tje gesloopt, mensen. Nog een keer even. Ik ga erin. Oké. Okay. Yes. Naar Sundays hier op Den Haag FM, jouw favoriete radiostation. We hebben net lekker kunnen luisteren naar La Banta van Broeder Liefde. En we hebben vandaag de gast Deborah Cameron. En ja, het onderwerp van vandaag, van Spirit and You, is dus depressie. En Deborah die deelt haar ervaring en overwinning met ons. Je hebt net verteld, hè, een stuk verteld over ja, het feit... De aanloop naar... Ja, de aanloop naar inderdaad... De diepte. Het zwarte monster. Dieptepunt. Ja. En we gaan nu naar het keerpunt. Het keerpunt, ja. Want vanaf het moment dat ik had gebeld... Mm-hmm. Begon zeg maar het traject. En ik heb geluk dat ik zelf in de hulpverlening werk, zeg maar. En dat ik zelf ook met mensen werk en weet hoe het systeem een beetje in elkaar zit. Mm-hmm. Maar dat was voor mij nog wel een beetje was onbekend terrein. Ik had toen een gesprek, een van mijn eerste gesprekken met een dame. En over wat is er nu allemaal aan de hand en mijn situatie en mijn geschiedenis. En ik merkte altijd wanneer ik mijn geschiedenis vertel dat mensen met hun handen in haar zitten. Want ze denken van oké, dat je nog steeds niet gek bent helemaal. Ja, want dat is best veel wat jij hebt meegemaakt ja. De afgelopen paar jaar. Ja, het is gewoon mijn jeugd. Dat is gewoon... Ja. Het was een uitdagende jeugd. Mm-hmm. Een stevige basis. Met uitroepteken. Een stevige basis voor fabulous toekomst. Maar dat is wat, daar hebben we het straks over. Maar tijdens dat gesprek, toen stelde ze een aantal dingen voor, waaronder medicatie eventueel voor in de toekomst. En ik stond daar niet voor open. Mm-hmm. Maar wat ik wel soort van... Toen ik daar wegging, kreeg dat er een stem tegen mij zei van, weet je... ik weet niet waarom dit moet gebeuren, mm-hmm. maar hier moet jij doorheen. Mm-hmm. En toen zei ik tegen mezelf, weet je, ik weet niet hoe of wat, maar ik ga alles proberen om eruit te komen. En je hebt de tools aangepakt. Ja, ik ga dat gewoon proberen en ik weet niet waar dit goed voor is, mm-hmm. zeg maar. Vooral dat, waar dit goed voor is. En ik ben begonnen, ik heb echt alle soorten therapieën, die er maar zijn, heb ik gewoon uitgeprobeerd. Want mijn ritme was ontregeld. Ik, alles zeg maar was gewoon ondersteboven. Mijn hele wereld, ik omschrijf het altijd als daarvoor dat mijn leven is zeg maar een tafel. En daar staan allemaal mijn spullen op, mm-hmm. die in mijn leven vormden. En eigenlijk op dat moment was die tafel gewoon omgegooid en alles lag op de grond. Dus ik moest weer mijn tafel neerzetten
En gaan kijken. Ordenen. Ja, nou, ja, ordenen. En gaan kijken van de dingen die op de grond lagen. Mm-hmm. Horen ze weer op die tafel. Mm-hmm. En ik moest eigenlijk mijn hele leven, zeg maar, echt gaan omdraaien. En ook teruggaan naar de basis van wat is er met, allemaal met mij gebeurd. Mm-hmm. Ik heb geluk gehad dat ik op weg, zeg maar, al die therapie ging proeven dat ik iemand vond. Ja. Mijn therapeuten, ik ga haar naam gewoon noemen, Alike. Alike was mijn soort van tweede redding. Zeg maar, want zij was de eerste persoon binnen echt een traject waar ik echt meer dan 10 therapeuten had ontmoet al. Was het want hoe lang duurde dat traject? Dat eerste traject, voordat ik echt intensief en voordat ik had gevonden wat ik wilde doen, duurde zeker wel een half jaar. Zeg maar een half jaar tot 3 maanden. Mm-hmm. Toen was ik ook in de ziektewet. En ik ben uiteindelijk heb ik ook toch medicatie gebruikt, antidepressiva. Mm-hmm. Als ik die niet had gebruikt, had ik het ook niet gered. Mm-hmm. Ik heb dus drie kwart jaar tot een jaar toe heb ik verschillende dingen geprobeerd tot ik haar tegenkwam. En met haar ben ik zeg maar de diepte ingegaan. Ik zei ook tegen mezelf, weet je wat? Je gaat alles proberen. Ja, je hebt alles aangepakt om jouw leven te verbeteren. Ja, en er overheen te komen. Ja, zeg maar. En eigenlijk ook om mezelf te helen. Mm-hmm. Zeg maar. Want ik was gebroken. Dus ik heb met die therapie ben ik gewoon met haar begonnen. En ik ben echt helemaal teruggegaan in mijn jeugd. En alle stukken, alle onderdelen die zeg maar mis waren gegaan, ik ben ze een plek gaan geven. Ik ben eigenlijk pas gaan rouwen. Ik ben toen pas begonnen met rouwen over de dingen die ik was kwijtgeraakt. Mm-hmm. En over zeg maar de dingen die mij ontnomen waren. Ik heb ook toen weer leren huilen, want dat kon ik zeg maar niet. Mm-hmm. Ik heb mezelf leren kennen zoals ik mezelf nog nooit heb gekend. Ik heb leren voelen emoties die ik. Want ik kon blij zijn, maar ik kon geen verdriet goed voelen. Okay. Ik voelde pijn, maar de verdiepersteld emoties waren voor mij echt gewoon te voelen. En dat komt door depressie, dat je dat gevoel niet kan uiten. Dat is zeg maar het gevolg van de dingen uit je jeugd. Mm-hmm. Zeg maar, het lijkt was of alles, eigenlijk is alles te zwaar. Mm-hmm. Alles was gewoon zwaar. En soort van met behulp van therapie gingen die wolken zeg maar beetje bij beetje, beetje wolkje voor wolkje, dat ik zeg maar weer een beetje een stip blauwe lucht zag. Ja. En dat werd zeg maar steeds meer vergroot. En wat ik wel als klemtoon wil zeggen, want als je in depressie bent, het is niet dat je er 1, 2, 3 uitkomt. Ik heb na dat eerste jaar, heb ik pas in december mijn hele traject afgesloten. Dus het is echt hard werken. Ja. Hard werken aan jouw heling. Aan je heling. En ook om tools, jezelf tools aan te leren. Want ik weet dat ik kwetsbaar ben om nog een keer in een depressie te komen. Ik weet dat ik kwetsbaar ben voor de buitenaf. Maar ik heb tools meegekregen om bij mezelf te kunnen signaleren. Maar ook nu is er veel. Nu moet je een stapje terug doen. Ja. Nu moet je geestelijke gezondheid in gaten houden. Regisseur wordt vanzelf. Ja. Nou, eigen leven. En je emoties. En ik heb ook geleerd dat ongeacht pijn niet, zeg maar, de andere kant van die emoties, dat ze niet voor eeuwig zijn. Mm-hmm. En dat ik heb geleerd, want ik was altijd bang, als je eeuwig gaat, dat je die angst gaat krijgen voor 10 dagen. Ja. Maar dat ik me vandaag verdrietig kan voelen en dat het ook mag, dat ik mag huilen. Soms heb ik nu van die dagen dat ik gewoon opeens ergens zit en ik word door iets geraakt. Ik was gisteren naar een filmpje en ik werd geraakt en ik kreeg gewoon vochtige ogen. Ja. Maar dat het goed is ook om te huilen. Ja. En dat het kan en mag. En dat het ook overgaat. Ja. Dus ik heb heel veel tools gekregen. En ik in december dacht ik van oké, nu voel ik mij sterk genoeg. Nu heb ik alles eigenlijk verwerkt. Mm-hmm. En ik voel mij sterk genoeg om weer de wereld gewoon zelfstandig zonder ondersteuning aan te gaan. We gaan zo verder met Deborah Cameron hier tijdens Spirit of You. Maar eerst luisteren we naar Superfly Inc. En She's Part of Instagram. Hey Leanne, what's poppin'?
Zo. Soms als ik praat, denk ik van, is het wel, praat ik low? En soms lijkt het alsof alles door elkaar gaat, toch? Nee, maar er zit wel een logica. Ja. Maar, Ga je even plassen? Oh ja, zie ik hier zo. Ik doe, was het hier toch? Is het toch live? Was je vergeten? Ik dacht, ik ging herhalen wat je zei wat harder. Oh. Ja man, dankjewel. Dankjewel, goedewel man. Dus straks, ik heb even kijken, het laatste kwartiertje of zo. Kunnen jullie ook gewoon vragen stellen, de mensen die kijken. Dan ga ik ook proberen die vragen te beantwoorden. Zeg maar. Ja, dus wees vooral niet bang om ook gewoon vragen te stellen of iets dergelijks. En als er straks de ruimte ervoor is, dan wil ik die ook gewoon proberen en pogen te antwoorden. Misschien moet ik mensen nog een powertje geven, een power talkje tussendoor, kennen ook aan het einde. Dus ja man, ik vind het wel heel interessant. Ik vind het is alweer een tijdje geleden dat ik hierover heb gesproken. Maar ik vind wel, ja man. Sanglien. Ja, depressie is one hell of a drug, hè? Depressie is echt wel hell of a drug. En zo, als je erin zit en die emoties ervaart en de zwaarte en de diepte. Maar als je eruit bent, boy, de wereld ziet er gelijk een stuk beter uit. Ja. Is een struggle. Ik ga je gewoon vragen, want je hebt het nog steeds moeilijk. Heb je daar ondersteuning bij? Is er iemand, een goede therapeut of iemand anders die jou daarbij helpt? En die jou, waarvan je het gevoel hebt dat ze je begrijpen en dat ze daadwerkelijk ook iets voor jou daarin kunnen betekenen dat het beter, dat het de weg naar genezing beter en makkelijker gaat leren? Ik ben, ja. Want ik denk dat dat wel heel essentieel is om beter te worden. Dat er ook, als je de juiste begeleiding hebt. En dat kan echt een verschil maken. Dus ik hoop echt dat jij iemand hebt die dus ook echt. Er was niet meer dat wat ze voor je kon. Dat ze niet meer voor je kon doen. Oké. Luister. Misschien moeten we een keer gewoon praten. Ik denk dat het allerbeste is, Lien. Zeg maar, dat we gewoon kunnen praten. Want ik kan je op zich vanuit het perspectief de dingen die ik heb ervaren. En gecombineerd met hetgeen wat jij misschien. Wat jou, waar jij tegenaan loopt, zou ik je misschien kunnen helpen. Met het zoeken naar een therapievorm of een. Of iets dergelijks wat het bij jou was en wat jou zou kunnen helpen. Dus ik zou liever zeggen van laten we een keer gewoon zitten of laten we bellen. Skypen, maakt niet uit, gewoon één. Dat ik jou daarbij kan helpen. Want ondertussen, ja, ik heb al best wel veel gezien. En ik heb ook contact nog met mijn therapeut. Die werkt ook op een expertisecentrum. Dus ik denk dat er vast nog iets is wat voor jou daarin kan betekenen. Dus, maar het komt goed. We gaan gewoon daarover binnenkort contact hebben. En we gonna do this. Yo, we gonna do this. Ja man, assistants moeten we elkaar helpen. Dat vind ik missen. En aangezien ik die weg al heb belopen en ik heb al heel veel gezien, zou ik je ook heel graag op weg helpen. Dus we gaan gewoon praatjes maken. We got this and I got you, my queen sister, hey. We gaan zo ook in de uitzending, en zo, laat me ook andere, ik zie, we zijn nog niet met 4 mensen, oh, het wordt beetje bij beetje, wordt het steeds meer. Laat ze delen. En ik wil ook aan jullie vragen, mensen, deel dit even op je tijdlijn. Gewoon deel het even. Support the sister. Deel dit even. Laten we een beetje meer kijkers halen en zo. Vind het leuk. Oh, mijn koffie is ondertussen gewoon koud. Ik drink iced coffee. Andere mokkamer, dan gaan we straks lunchen. Ik moet naar de kerk zo.
voor de jongen. Oh. Had ik je erover verteld? Oh. We houden hem vast. Ja? Ja. Ja, dus vandaag internationale eucharisatieviering van die kerk. Oké. Okay. Heilige Hartkerk. Die ken je bij Hoefkade. Ja. Ik heb dat zelf een keer gehost en je kijkt mijn ogen als ik echt zo van. Which catch me, girl? Maar daar. Ja, maar dankjewel, Fausia. Dankjewel. Dat is het, dat is, ik wil pogen te doen. Mijn doel is gewoon andere mensen te empoweren. Want er zijn zoveel mensen die rondlopen met hun ziel onder hun arm, man. En ik hoop mensen te inspireren dat zij echt, dat er hoop is. Dat er hoop is. A message of hope van Deborah. We can make it. Oh, wacht even. Hey, nee. Kom op je telefoontje. Echt, ik ben nu even aan het vechten, want mijn telefoonbatterij moet gewoon opgeladen worden, mensen. Ja, dan ben ik even maar van meer waren met We Can Make It. En het is een heerlijk nummer. Lekker zingend. Maar past ook echt wel bij dit onderwerp waar we het vandaag over hebben. Want de best yes, We Can Make It. En vandaag heb ik te gast Deborah Cameron, die haar ervaring en overwinning met ons deelt. En nou ja, je hebt het net verteld, en we zijn nu in de aanloop naar ja, de betere dingen. De betere dingen. Toch? Yes, ik zeg, ik zit nu hier, ik kijk terug, mm-hmm. En weet je dat ik blij ben, hè? Dat ik depressie heb ervaren in deze maanden. Mm-hmm. Want ik heb door die ervaring de keuze ook gemaakt om echt alles uit mijn verleden te gaan verwerken, zodat ik mijn toekomst, zo die last, kan gaan bewandelen. Dat is echt heel zeg maar. Dat je dat ook zo kan zien, hè? Dus dat is, het is natuurlijk wel een deel van jou geweest. Ja. Je hebt het meegemaakt, je hebt geleefd. Yes, ik zie het zeg maar zo van, weet je, ik ben naar de church, ik ben niet super gelovig. Mm-mm. Maar God, Allah, Anana heeft een plan voor iedereen. Mm-hmm. En de momenten dat ik toen ik jong was, mijn leven wilde opnemen. Die momenten dat ik levensmoe was. Die hebben er allemaal toe geleid dat ik op dit punt ben gekomen. Want toen had ik geen hoop. Ik had nooit gedacht dat ik eigenlijk zo succesvol zou worden. Het is natuurlijk het begin. Ik ga wereldberoemd worden in Nederland. Even zo tussendoor. Even gewoon zo droppen. Maar ik had nooit verwacht dat dit mij zou overkomen. Maar door die ervaring en dat ik in mezelf heb geïnvesteerd, weet ik nu dat alles, al die ervaringen, ertoe hebben geleid dat ik zo'n sterke persoon. En ik weet wat mijn kracht is en ik weet het niet opgeven. En ik weet dat ik het doorzetten ben. Het heeft mij mijzelf leren kennen op een niveau wat ik niet wist wat ik allemaal kon. Het heeft jouw innerlijke power aangewakkerd. Yes. Eigenlijk, hè? Ja. En wat is hetgeen wat jij de mensen wilt meegeven die wellicht nu in een depressie zitten? Of misschien zelf nog niet eens weten dat het er aan zit te komen of hè, het bijna. Wat is hetgeen wat jij tegen hun wilt zeggen? Wat ik wil zeggen, ik zeg altijd zoek hulp. Als jij, waar ik het net over had, het stemmetje herkent. Het stemmetje dat negatief is in je hoofd. En bijvoorbeeld tegen je zegt van weet je wat, geef het op. Neem je leven, dan ben je er van af. Wanneer de dingen in jouw leven te zwaar worden, dat je zeg maar niet meer kan slapen, je kan niet meer eten, je kan niet meer drinken. Je hele ritme is gewoon eigenlijk zo. Besef dat er hoop is.
beseft dat er, dat er hoop is en dat jij eruit kan komen. Dus wees niet bang om te zeggen, want het is niet zwak om te zeggen dat je er niet uitkomt. Het is sterk om hulp te zoeken. En zeg, ga naar de huisarts. Zoek online op naar wat je eventueel zou kunnen doen. Zoek hulp. Zoek ten alle tijde gewoon hulp. En zeg gewoon, ik kom er niet uit, ik heb hulp nodig. Want jij verdient het om te leven. Jij verdient het om een leven te hebben vol geluk. Jij verdient het ook om een leven te hebben waar je dus je niet dus last van de negativiteit, van die depressie op je schouders moet dragen. Dus hulp zoeken is het allerbelangrijkste. Hulp zoeken en jezelf ook openstellen, hè? Erover durven te praten. Ja, dat is ook heel belangrijk, toch? En, sorry hoor, en niks te maken hebben met mensen die zeggen dat je gek bent als je hulp gaat zoeken. Niks te maken hebben met die mensen, want zij voelen niet wat jij voelt. En, want er heerst nog een stigma erop, want ik weet ook nog dat mensen tegen mij zeggen, ja, je bent gek, niet dat en zo. Ik heb niks te maken. Het niks mee te maken. Het is jouw mentale gezondheid en jij bent de enige die daarover kan bepalen. En weet je wat, ik ga eerlijk zeggen, ik werd ook gek. Dus ja, cesa. Maar om die gekke tegen te gaan, had ik hulp nodig en daarvoor heb je dokters. En dat heb je gedaan. Je hebt hulp gezocht. Je hebt jezelf opengesteld. Je hebt jezelf kwetsbaar gesteld. Ja. En je hebt die hulp gekregen. En je bent er nu eigenlijk alleen maar sterker uitgekomen. En, ik heb sinds twee, drie jaar, van die af en aan zelfmoordgedachten, heb ik deze afgelopen 2 jaar. En dat is, en dan moet je beseffen, sinds mijn 8e, hè? Mm-hmm. Geen zelfmoordgedachtes. Geweldig. En dus er is voor iedereen is er hoop. Ja. Maar uit waar je vandaan komt. Je kan gewoon nog steeds zo. Ik word gewoon emotioneel. Je kan er gewoon uitkomen. Het is gewoon mogelijk. En ongeacht wat jou is aangedaan, bijvoorbeeld als kind. Want dat kan aan de basis liggen waarom mensen dus kwaad zijn voor een depressie. Jij hebt ook de kracht om jezelf te kunnen genezen. Maar je moet ook wel heel graag willen. En je moet ervoor gewoon willen vechten. En niet opgeven. Je moet gewoon willen vechten. Om jouw kracht om te vechten, om te leven, moet krachtiger zijn dan de kracht, dan de zwaarte van de depressie. Ik wist het, man. Nee, maar is goed. Weet je hoeveel mensen jij met jouw ervaring kan helpen? Alleen al. Ja, man. Oh, Lord. En hij is zo groot. Ik zei jullie, ik had die water nodig, man. Waar is jouw water? Mijn water is hier zo. Oh, boy. Kan je straks nog even een snippet delen met wat je... iets nieuws wat je aan het doen bent? Oh ja. We zitten bijna aan mijn eind van de tijd. Kijk, ja. De tijd gaat snel. Ik zei tegen mensen, je kan misschien straks vragen stellen. Je kunt je vragen bij stellen. Jawel, we kunnen nog 1, 2 vragen. Ik kan misschien nog 1, 2 vragen stellen. Oké, het kan. Laat me even mijn neus snijden. Ik heb vocht in mijn neus, ik heb vocht in mijn ogen. Ga ik wilde in je spuit, want dat is alles al spuiten. Ja. Sorry, dankjewel, Malien. Dankjewel, man. Dankjewel, Asia. Ik reageer op de reacties. Oh. Ik heb hem wel openstaan, Mamina Mashi.
Kijk je mee? Ja, het staat toch wel open. Ja, even kijken. Ja, die reacties van de mensen die er... Oh ja. Mooi. Hoppa. Ik denk dat ik hem ga afklappen deze pokken. Dat heeft, ja. Ja, B.O.B. met So Good. En So Good is het leven ook en kan het leven ook zijn als jij regisseur blijft van jouw leven. We hebben het tijdens Spirit and You over depressie, onderwerp depressie. Deborah Cameron is te gast en heeft echt met ons gedeeld, ja, haar ervaring met ons gedeeld. En er ook echt een krachtige boodschap voor de mensen die wellicht nu te kampen hebben met... depressie. Of misschien zelf niet weten wat ze eigenlijk voelen. En ja, de kern van de boodschap van Deborah is, ja, zoek hulp. Wees niet bang om hulp te vragen. Yes. Wees niet bang om de telefoon te pakken en je huisarts bijvoorbeeld te bellen om een gesprek aan te gaan. Red je eigen leven. Of met een dierbare familielid of een vriend of vriendin die je vertrouwt, dat toe te vertrouwen. En samen misschien hulp te zoeken. Yes. Dat is de kracht, een hele krachtige boodschap. Hartstikke bedankt, Deborah, dat je ook in die zin kwetsbaar opstelt. Hè? Want het is toch wel een persoonlijk iets. Ja. Wat je hier vandaag met ons en met mij en met de luisteraars gedeeld hebt. En... echt vooral, het is zo mooi ook om te horen en ook te zien, want je bloeit ook echt op, hè, de afgelopen tijd bloei je ook echt op, om te zien hoe jij die kracht, die verworven kracht, ook weer door blijft inzetten om krachtiger te stappen te maken in jouw leven. Yes. Want wat ga jij eigenlijk ondernemen de komende tijd? Op weg, heel kort. Op weg naar wereldberoemd worden in Nederland. Sorry hoor, ik ken die later. Niets meer, je gaat niet meer delen, het is alleen dat. Nee, ik binnenkort, we beginnen met Internationale Vrouwendag, Internationale Vrouwenweek. Mm-hmm. Event. Ik ben even door het, ik ben bijna blank op in mijn gedachten. Maar 10 maart, Filmhuis. Is een event, Empower Ladies. Ik ben even de titel kwijt. Ik ben echt serieus. Ik ben alles even kwijt. Zal ik het even opzoeken voor je ook tussendoor? Ja. Daar ga ik samen met een aantal Power Ladies maak ik een gastoptreden. Inspire to Move Women. En net als hoe ik hier zit om dames te inspireren, te bewegen en ook hun geestelijke gezondheid gewoon op te pakken. Gaan wij daar ook dames inspireren. Dus 10 maart... Filmhuis. Daarnaast ga ik gewoon heel veel dingen doen. Ik zal zeggen, hou gewoon mijn Facebookpagina, mijn website, Insta, Twitter, alles gewoon in de gaten, want die girl is gewoon bezig. Ik ben stappen aan het maken. En ik kan altijd support gebruiken, dus je weet dat je mag gewoon fan zijn van Debbie. Hey. Hoe heet jouw Facebookpagina voor de mensen die jou nog niet volgen en graag willen volgen? By Didi. En dan BYDDE by Didi. Nou, Deborah, hartstikke bedankt voor je komst. Voor het feit nogmaals dat je ervaring met mij en de luisteraars wilde delen. Ik denk dat wij toch best wel veel hebben meegekregen over het onderwerp depressie. En wat je eigenlijk gewoon zou moeten doen. Hè? En dat, daar komt het op neer. Gewoon hulp zoeken. Yes. Regisseur worden van je eigen leven. En geluk is voor iedereen. Geluk is voor iedereen. En Siri, en even tussendoor, mocht je er niet uitkomen... Stuur me via Facebook een pb. Ik heb het nooit te druk. Ik heb het heel druk, maar ik heb het nooit te druk om een sister of een broeder die in de knoop zit, gewoon weg te helpen. We kunnen allemaal een steuntje de rug gebruiken, dus wees dan ook niet bang om een berichtje te sturen, want ik weet waar je, wat je voelt. Nou, super, super tof. Dus mocht je toch, toch even met iemand willen praten en heeft het verhaal van Deborah jou geraakt?
dan kan je met haar contact opnemen. Mocht je al een berichtje hebben gestuurd naar mijn e-mailbox, sundays@denhagefm.nl, dan zal ik het ook gewoon doorsturen, mocht je dat willen. Dus ja, contactmogelijkheden zijn er volop. Yes. Ik zeg alvast voor vandaag een hele fijne middag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de recepten, van de gadgets en natuurlijk ook van ons gesprek. Het is eigenlijk geen interview, het is gewoon een gesprek dat wij hebben. Ja. Van een fijn gesprek. En ik ga jullie gewoon doorsturen, de middag insturen met nog een paar lekkere tunes van, Jordan Sparks met Tattoo. Yeah. Oké, mensen. Het zit er weer op. Maar ik ga natuurlijk even naar onze hostess met de mostest van deze programma. Want zonder haar was ik er niet en zo. Want ze wil niet in beeld. Ja, ik kom wel. Maar ik heb niks te maken. Ja, ze komt in beeld. Dus laten we zo met elkaar afsluiten. Ik ga dit even. En zo. Het was echt weer fantastisch. Ik was echt blij. Ik ben echt blij dat ik deze water even had. Hè. Ik kon het bijna voelen aan mijn wateren dat ik zou gaan wateren. Ja, afsluiten. Nee. Dankjewel. Anders heb je dadelijk dat er nog meer surfers bezet zijn. Ja. Meer surfers bezet? Ja, dat zei hij toch? Jullie zijn... Oh, je hebt afgesloten. Nee, het is niet afgesloten. Oh, je bent afgemeld. Ja, dat gaat altijd weer snel. Ja, nee joh. Hetzelfde. Ja. Ben je nog live? Ik ben nog steeds live. Ik kom in beeld. Kijk, en dit is dus de hostess with the mostess. Sundays checker. Gewoon iedere zondag tussen 12 en 2 op Den Haag FM. Ik weet jullie hebben appjes, zodat jullie... Sorry. Op Den Haag FM. Ik weet jullie hebben appjes, dus jullie kunnen naar de luister. Support my sister, mensen. Support thank haar. You, ma. En nog erbij. Ga even naar die pagina van Sundays en druk op die knop like. Geef er een thumbs up. Hiermee ga ik afsluiten. Ik was hier. Het was fantastisch. Ik heb weer mijn bijdrage gedaan. Dames, heren. Fight the power. En vind de kracht in jezelf om die stappen te ondernemen om jouw toekomst te beïnvloeden. You got this. Hiermee ga ik afsluiten. Ik zie jullie vanavond wanneer ik weer live ga. Je weet toch, om een week door te nemen en zo. En het is vandaag vanaf 8 uur kom ik live. Dus ik ga er niet van door. Doeg!